Nog snel een kruisje staan voor de Italianen die op de eerste startrij staan. En het wereldkampioenschap is vertrokken. 21 rondjes, 262,5 kilometer. Hier start een goede handvol miljonairs om uit te gaan maken wie er na, nou wat zeggen we, 6,5, 7 uur zich wereldkampioen mag noemen. De Nederlanders hier een beetje achterin. Een profkoers bij de wereldkampioenschappen is de eerste uren niet leuk. Dat is bekend. Men rijdt op het gemak. En vandaar ook dat de NOSG heeft gekozen voor deze benadering in samenvatting. Eventjes het begin. En dan pas als het spannend wordt. Als je mag verwachten dat het spannend wordt, laat ik het zo zeggen. Dan ga je eens kijken wat er in de koers gebeurt. De KNWU heeft het wijze besluit genomen om hier een groep renners heen te sturen, waarvan de volgende mannen in actie komen. Erik Breukink, Maarten Ducrot, Frans Maassen, Stefan Rooks, Eddy Schurig, Luc Suikerbuik, Gert-Jan Theunisse, Patrick Tolhoek, Jos van Aert, Adrie van der Poel, Marc van Orsal en Peter Winnen. Officieel is aangewezen Kees Priem als ploegleider. Dat gaat bij Roulatie, Tourbeurt. Volgend jaar is Peter Post aan de beurt. En Kees Priem heeft de vierde auto gelood. Voor wat dat waard is op dit parcours. Wie zijn hier de favorieten vandaag? Wel, de Fransen schrijven Fignon met gouden letters bovenaan. Met Mottet vlak achter. De Italianen doen dat met Bugno. De Spanjaarden denken dat Delgado heel erg goed rijdt. De Canadezen hebben het met Bauer op. De Walen met Criquielion. De Zwitsers denken dat Müller goed rijdt. En in Rusland heeft men geen idee dat hier vandaag een Dimitri Konyshev rijdt. Maar daar zou je best eens een keer mooie dingen van kunnen verwachten. En de Amerikanen houden het op LeMond. Wat doen wij Nederlanders dan? Wij weten dat Stefan Rooks de kopman is. Maar dan ook de absolute kopman. Hij zal gesteund worden door de hele ploeg. En beschermd zijn tevens ook nog Erik Breukink en Gert-Jan Theunisse. En als u onze afgelopen woensdag de uitzending hebt gezien van datgene dat wij hebben laten zien over Veenendaal. Dan was het duidelijk. Rooks was zeker van zichzelf. Breukink was eerlijk en zei ik ga hem helpen want ik kan niet ver mee. En Theunisse hield nog een kleine voet tussen de deur. Maar niet meer dan dat. En voor de rest zijn er mannen gekozen die kunnen helpen. Echter, op het parcours zoals het hier in Chambéry is neergelegd, moet je niet te veel uitgaan van helpen. Want je moet het hier zelf doen. Als het gaat om gaatjes dichtrijden. En om te helpen die klim op te komen in de eerste kilometer, dan is dat een reëel beeld dat je mensen van het slag Suikerbuik, Schurig, Tolhoek, Van Aert, Van Orsau meeneemt. Winnen niet te vergeten. Ik denk dat met name Maarten Ducrot vandaag er veel aan zal doen om te zorgen ergens in een belangrijke ontsnapping te zitten. Hij is goed in vorm. En dat is het wat het Nederlandse aspect betreft in deze koers. In de eerste ronde is niet veel gebeurd. We hebben bijna 12,5 kilometer afgelegd. Er is een Portugees geweest die heel eventjes met zijn neus tegen het venster heeft gedrukt. Carlos Moreira. Mannen van lager allooi, van ploegen van San Marino en Japan kregen het moeilijk in de klimmen. En die Schuren rijdt duidelijk herkenbaar voor iedereen en alles aan de kop van het peloton als we ons komen melden bij de eerste passage. Stefan Rooks niet ver weg. Kijk, daar schuift hij naar voren. Ook Gert-Jan Theunissen vlak voorin met Christian Lavainne zo te zien. Vrij oplettend die kopmannen van de Nederlandse ploeg voorin. Dat is opvallend toch. Kijk, Sturen, Suikerbuik is er ook, daar is Rooks. En zo schuift dat lint met veel rode truien. De rode truien die toebehoren aan de Zwitsers zoals u weet. Maar voor het eerst nu ook bij de profs een volledige Russische ploeg. Hier deed ik het om te kijken hoe snel het rondje ging. 17:45, dat is rap voor een eerste rondje. Met een gemiddelde van 41 kilometer en 746 meter leggen de profs hier meteen al een scherpe tijd neer. Amateurs begonnen gisteren in 17:40, de profs 17:44. Veel oranje werk vooraan en dit zijn wat gelosten aan de achterkant van het peloton met daarin onder andere de Belg Bruineel. Veel oranje dus voorin. Eens kijken hoe dat verderop in de koers zich ontplooit. Patrick Tolhoek links. En dan Suikerbuik aan Schurer. Ik zei u, er zit genoeg oranje in. Maar nu bereikt ons al het bericht uit de boksen. En dat is na 13 kilometer koers de opgave van Adrie van der Poel wegens kramp. Zo wordt er geklommen met Arnaud en Ruwe. En zo wordt het niet geklommen als we de Australiër Scott Stewart zien. Die lost op de berg, maar dat doen er meer die voor hem rijden. Dat is niet Indurain, dat is Stewart. Het is interessant om te kijken wat er van voren gebeurt, hoe de Fransen tempo maken. Ruwe is de vaste knecht van Fignon. Veel Fransen vooraan. En wat ook opvallend is dat Stefan Rooks steeds van voren te vinden is. Hij wil zich niet laten verrassen. Het tempo blijft hoog. En voor deze Rus is het afgelopen. In de tweede ronde ziet hij het nutteloze er al van in. Hij is in de klim losgereden en dan kan in de afdaling niet meer bijkomen. En dat zal zo snel doorgaan, vermoed ik, want het tempo van de heren professionals is geheel tegen het gebruik in. Bijzonder hoog. Martial Gagnon, Raoul Alcala, dat zijn de eerste in de lange afdaling, waar de profs het nu even wat rustiger aan doen. Maar opvallend is het dat die Fransen met z'n allen van voor zitten, Gagnon en Ruwe. Kajan die oorlog verklaard heeft aan de hele organisatie van de Fransen. Die heeft gezegd, ik rijd geen enkele centimeter zelfs maar voor Fignon. Hij houdt het ook vol. Hij is daar heel consequent in. Nou, hier achterin. Wat komen we daar nog tegen? De Duitser. Patrick Tolhoek is de eerste Nederlander. En nu gaat het weer rap. Wiel aan wiel. De Fransen willen dus koet het tempo hoog houden. En doet dat met Lavainne en met Gagnon aan de leiding. Lavainne aan de leiding met Pinot. Rechts Eddie Schurer. En Patrick Tolhoek zit er goed bij. Kelly van voren. Gert-Jan Theunisse. Ja, het tempo blijft hoog. Schurer Lavainne. Fignon ook toch van voren te vinden. Daar is Maassen. De meeste oranje jongens, daar gaat Erik Breukink, zit er toch van voren. Hier gaat Suikerbuik. Geen ontsnappingen, wel een hoog tempo. En de passage van de tweede ronde na 36 minuten en 3 seconden. Mooi gemiddelde. We zijn een stuk verder in de koers. 3 minuten over 2 op zondag 27 augustus 1989. Een vierkant peloton dat een fluit komt, zegt nu Kruijs. Men gooit nu de ene zakken in het publiek. 4 minuten 50 exact is de achterstand van het peloton. Dat inderdaad uitgefloten werd door het publiek. 4 minuten 50 is de achterstand op een kopgroep van 9 man. En zo te zien nemen de heren het er rustig van. In de achterste gelederen van het peloton zag ik zojuist Erik Breukink zitten. Dat is niks nieuws, want daar rijdt hij bijna de hele dag al. Dit zijn de mannen die de kopgroep vormen. Jean, jij hebt de kopgroep zien ontstaan. Jij weet van de hoed en van de rand. Het begon allemaal in de 7e ronde. Toen hadden we dus ongeveer 90 kilometer afgelegd. Toen Da Silva en Cornier een kleine voorsprong namen. Die werden ingelopen en op dat moment ging de Deen Kim Andersen er vandoor. U weet wel, Andersen, de man die aanvankelijk levenslang geschorst was, omdat hij 4 keer positief had gereageerd op een dopingcontrole. Later werd hem vergiffenis geschonken en mocht hij weer meerijden. Deze man uit Jutland, een boer uit Jutland, ging er vandoor, kreeg mee Peter De Clercq uit België en de Colombiaan Roncancio en Maarten Ducrot. Die sloot als 4e aan. Die 4 hebben een halve ronde voorop gereden. En toen kwam het volgende groepje aansluiten. Thomas Wegmüller, Mujica, de Spanjaard, Vitali, Marco Vitali, de Italiaan, die in Zwitserland woont, Claveyrolat, de Fransman, en in zijn eentje ten slotte, als laatste, sloot aan Konyshev, de beste Rus van dit moment. Hij rijdt in Italië als eerstejaars beroepsrenner. Dus 9 man tezamen. Hier is Peter De Clercq, een jongeman uit België die zekere klimmerskwaliteiten worden toegemeten. Dit is Roncancio, die als eerste trouwens reageerde op die ontsnappingspoging van Kim Andersen. Heel attent van Maarten Ducrot, die ook meeging. Dit is de man die ook even alleen heeft gereden, Thierry Claveyrolat. Hij viel in de Tour, moest voortijdig de strijd staken, is de laatste weken in vorm gekomen. Heeft het even alleen geprobeerd, maar mede dankzij het goede rijden van Maarten Ducrot kwam de kopgroep van 9 weer samen. Hier is Ducrot, de Zeeuw, studeerde in Utrecht. Wat valt nou op in deze groep, Jean? Konyshev is op papier de sterkste, wordt geacht om in de finale mee te kunnen spelen. Dat is de man die helemaal in de laatste positie rijdt. Verleden week uitstekend in vorm in Italië. Ducrot zegt van zichzelf dat hij goed is. Hij heeft bijster sterk getraind de afgelopen weken. Waar ik een vraagteken bij zet is de tijd waarop men de ruimte inging. Dat is mijn zinziens te vroeg gebeurd. Het kan, want ze hebben nu een voorsprong van meer dan 4 minuten. Maar er is nog 112 kilometer te rijden. Juist. En de echte koers moet natuurlijk nog beginnen. We hebben dat gisteren gezien bij de amateurs. Goed optreden van Raymond Meijs, die tot 30 kilometer voor het einde heel goed kon meedoen. Maar toen de koers echt open ging en de Poolse wereldkampioen ten slotte zijn sprong maakte, toen was het pas te doen. En ik denk dat de beroepsrenners die tactisch veel beter onderleg zijn, met een Fignon, een Mottet, een Stefan Rooks die heel goed rijdt, daar nog in de peloton, hier op 4 minuten achter deze groep. Ik denk dat die mannen pas in het laatste koersuur zullen beginnen. En dat dan snel de voorsprong van deze groep teniet zal worden gedaan. Maar u weet het nooit. In ieder geval is te voorzien dat zij voorlopig nog voorop zullen blijven. Wat de Nederlanders betreft, we hebben u kunnen melden in het begin de merkwaardige wijze waarop Adrie van der Poel uitviel. Het is zo gegaan. Boven op de top van de kool waar deze mannen nu bezig zijn, waar Ducrot helemaal recht zit overigens, voelde Van der Poel ineens iets vastzitten in zijn rug, onder in zijn rug. En hij kon niets meer. Helemaal niks meer. Hij is heel voorzichtig naar beneden gekomen, is daar van de fiets afgehaald, moesten hem dragen. En is met ambulance naar het rennershotel van de Nederlanders gebracht. Daar waar hij nog steeds niks kon bewegen. Toen zeiden de mensen van de KMU hier van, ja, wat moeten we daar nou mee? Een van de soigneurs, Fons van Heel, die had wel een een druppeltje bij zich dat eventueel zou kunnen helpen. Maar dat kon pas naar het rennershotel gebracht worden als de volgende renner zou uitvallen. En dat gebeurde toen Luc Suikerbuik 2 ronden geleden afstapte. Hij had zijn werk, voor zover je dat werk moet noemen, had hij gedaan. En die kon dus de druppeltjes meenemen van de Poel. Die nog steeds last had van die blessure die zich nauwelijks kon bewegen. En een goede 20 minuten geleden hebben we gezien dat de beste Nederlander van de eerste uren, en dan heb ik het over Eddy Schuurer, zich uit liet rijden. In de beklimming kon hij het niet meer volgen. En ook hij heeft de remmen dichtgeknepen, zodat we nu Van der Poel, Suikerbuik en Eddy Schuurer hebben doorgestrept. En wij nog doorgaan, wij trotse Hollanders, met Breukink, Ducrot, Maassen, Rooks, Teunissen, Tolhoek, Van Aert, Van Orsouw en Winnen. Kijk eens, die berg staat nu aardig vol. En die zien dus die 9 man langskomen. Nogmaals gezegd, Ducrot, de Zwitserse tempobeul Thomas Wegmüller, die heel veel werk opknapt, zoals nu aan de kop. Claveyrolat, de man uit Grenoble, dus die rijdt bijna in zijn eigen tuin. Peter De Clercq, die rap is in de sprint met 25, daar in het midden. Kim Andersen, rook niet in zijn buurt. Ron Kanstia, de man uit Zuid-Amerika. Mujica, die we kennen uit de ronde van Frankrijk, de ronde van Spanje. Konyshev, de Rus, waarschijnlijk wel de meest onbekende voor ons, want die hebben we eigenlijk nog nooit goed zien rijden. En dat gezelschap rijdt hier dus over de wegen heen met meer dan 4 minuten voorsprong. Als er daartussen zit Mujica nog. Opvallend was overigens, daar komt peloton aan, hoe makkelijk Konyshev pareerde. Ze zijn dus niet weg. De vorm van het peloton geeft aan dat er hard gereden wordt. Rooks is niet ver weg, zit in de 12e positie. Blijven we weer even bij de gelosten. Dus het is het tweede groepje. Dit zijn de kopmannen, maar die krijgen we niet goed in beeld. Dus weer terug bij het groepje Andersen de Clercq. Dit zijn de kopmannen. Claveyrolat aan de leiding, Wegmüller, Ducrot en Konyshev. En het beeld wordt slechter en slechter. En ik denk dat dat alles te maken heeft met het onweer dat boven het parcours hangt. Niet boven de finishstreep, maar u ziet dat daar woedstokachtige traversen zich af gaat spelen met plastic eroverheen. En hier Mujica, de Spanjaard in de achtervolging. Die zit tussen die 2 groepjes in. Jokin Mujica. Nou, eens kijken of we iets kunnen herkennen. Want deze afstand is niet makkelijk. Maar het moet toch mogelijk zijn om te zien wie daar rijden. Het waait er wel hard, ziet u die bomen nou? Dus daar krijgen we zo direct een flinke onweersstorm overheen. Kijk eens aan, zeg. Doet wel mooi aan. Als je daar fietst is het niet leuk. Kan de koers nog gaan beïnvloeden. Ja. Het regent er ook. En er wordt geknald. En 2 Nederlanders zijn mee van voren. De weg is nat. Nou, laten we eens kijken. Probeer hem eens rustig te houden. Een Spanjaard. Nou. Rooks is mee in 5e positie, denk ik. Ja, ja. Daar is het noodweer. Kijk eens aan, zeg. Jogi Müller is het. De winnaar van de Grand Prix des Amériques in Montreal. Jogi Müller vindt het zo wel genoeg en gaat. Dat is dus eentje van Gisbers. Nu gaan andere zaken meespelen dan alleen maar een rood shirt met een kruis erop. Terug naar de kopgroep. Nu wordt het de koers voor slecht weerrijders. Rolf Kuls. Jogi Müller is boven. En het is glad daar. 3,54, een minuut teruggepakt. Rooks hier met de Teunissen. Kelly is mee van voren. Bauer is mee van voren. Daar gaat Breukink. En hierachter, daar kan je het nu verder vergeten als je daar zit. Het is daar helemaal uit elkaar gespat. Als je daar nog rijdt, kan je beter inhouden. Björn Ries. Hoeft niet meer. Kijk eens, alles waait daar weg. Die mannen die daar nu nog komen. Maar kijk eens op die weg daar. De wind die er staat. Hier gaat Patrick Tolhoek. Die haalt het niet. Maassen passeert. Nee, trek maar in de remmen jongens, het is gebeurd. Een afgrijselijk weer daarboven. Etienne de Wilde zegt, het is wel goed zo. Hartwig Bols is dat, zegt, het is wel goed. Wat een weer. En nu breekt het hier los. En raai is wie er geen jas aan heeft. Ja, jij natuurlijk wel. Ducrot die doorrijdt. Het is hier een toneelstuk als u dat zo ziet hier. Iedereen en alles probeert nu droog te houden. Wat er droog te houden is. Alle elektronica staat hier gewoon zo in het open. Daar hebben die Fransen ook niet aan gedacht. Maar ja, dat maakt het ook uit, denken ze. Ongeveer. Claveyrolat, Konyshev, Wegmüller, Ducrot. En dat gebeurt allemaal om 2:45 op de zondag. Droog houden? Nee, dat hebben we niet gedaan. En nu? Mijn collega Nelissen ziet eruit alsof hij met Scott en Amussen de Zuidpool over moet. Maar ik hoop wel een klein beetje droog te blijven. Ho, ho, ho. De vierman. Ja. Nog 7 ronden. Afgelegd in 4:28. 14 ronden in totaal. En hier de 4 man die losgereden zijn. Waar is Mujica? Peter De Clercq eet flink. Daar zit Mujica tussen. Die wordt zo direct gepakt. Dus 4 man. En dan dit. Maar daarachter is het peloton op drift geraakt. Goed zo, we hebben het nu over slecht weer hier in de Chartres. Toch een machtig applaus nu. Nou, die mannen fietsen door. Meer dan 5 uur op de fiets, kilometer gemiddeld. De groep Ducrot is door. En de tweede groep zat op 2 minuten, dus dat is nog wel even wachten. Maar als het peloton zijn activiteit doorzet, dan zie je, als die even aanzetten, dat dat verschil snel kleiner wordt. Hier zitten we bij de tweede groep. Ja. Dit is de geloste Colombiaan. Die rijdt er wel weer naartoe en dit is de kopgroep. 4 mannen werken goed samen. De aanslag van Maarten Ducrot is onberispelijk. Hij draait nog licht. Prachtig, prachtig. En dat na 5:40. Hij heeft een uitzonderlijke dag, zo te zien. Hier dus die achtervolgers. Met Andersen, met Vitali die drinkt. Met Peter De Clercq. Van Cantio die heeft aangesloten. Maar met Mujica. Daarnet zaten die mannen op 2:02. Andersen aan de leiding. Nog even 2 opgevers die redelijk bekend zijn in de Benelux. Wampers en Van Lanker, allebei van de ploeg Post, hebben de strijd verlaten namens België. En Sean Yates is ook afgestapt. Hier dus het tweede groepje van 5. Dat oorspronkelijk tot de kopgroep behoorde. Verlies terrein. 2 minuten 15. Het wereldkampioenschap van de profs. En waarom willen we bij u komen? Niet vanwege het feit dat er van voren iets gebeurt. Maar de man die hier op kop rijdt, dat is belangrijk. Dat is Pedro Delgado. Bombini sluit aan bij Peter De Clercq. Die zijn dus bijgehaald, de 5. En Delgado is de eerste man die aanvalt. De eerste man van naam. Bombini gaat mee. Dus nu 4 man aan de leiding. Dan Delgado, De Clercq en Bombini. En eens kijken wat onze landgenoten doen die hierachter zitten. Kijken of we daar enige zicht op kunnen krijgen. Daar zijn de 4 koplopers met nog altijd Ducrot, Claveyrolat, Konyshev en Wegmüller. Maar in de koers is het nu belangrijk te zien wie er wil reageren op de stoot, de plaagstoot, de prikstoot van Pedro Delgado. Het is niet voor hem om in heel slecht weer te beginnen, maar hij doet het wel. Dat betekent ook dat hij zich goed moet voelen. Hoewel hij een uiterst merkwaardige voorbereiding voor dit wereldkampioenschap heeft. Hier is hij, met zonnebril nog wel. De zwartstandneur van de startlijst, Pedro Delgado. Bombini, natuurlijk hebben de Italianen iemand mee. Goed geregeld altijd. En daar is het peloton en daar wacht men zo te zien af. Er zitten 3 minuten 8 is het verschil tussen de groep en de koplopers. De groep Ducrot dus, maar ik wil zo graag zien wat er gebeurt daarachter met Fignon, met Bauer, met LeMond, met Rooks, Teunissen. Terug met de rijdende camera op een gedeelte van het parcours waar het er een beetje beter uitziet. Niet meer zo vreselijke regen. Nou wel nog nat hoor. Ja, ja, ja. Deze 4 weten dat er achter hen nu gereden wordt. Dat kan niet anders. Dat weet je als profrenner in zo'n wereldkampioenschap. Dan voel je dat aan. En die regen, de afkoeling ook. De temperatuur is sprongen omlaag gegaan. Dat vormt een extra handicap. Omdat de spieren dan wat stroever worden. Het gaat allemaal niet meer zo best. Maar Konyshev en zijn metgezellen en Ducrot, hier bij Delgado, die rijden nog altijd maar door. Ze kunnen ook niet anders. Delgado met zijn machtige tred. Winnaar van de Ronde van Spanje. De 3e in de Tour. De kopgroep terug. En wat er ook gebeurt, Maarten Ducrot zal met plezier terugkijken op deze dag in Chambéry. Hij is in vorm sinds, zeg maar, de maand juni. Na een vermageringskuur. Hier krijgen we een timingspunt. Op de call. 5:21. En Thomas Wegmüller zet zijn zonnebril weer op. Perico en de Italiaanse superknecht Bombini. Wat is dit? Daar achter het peloton, hier onder het publiek, Delgado. Die zullen ze wel niet zo laten gaan. Maar het tekent het rijden dit jaar van Delgado, zeer offensief. We weten dat uit de Tour de France. De Clercq is gelost, neem ik aan. En Bombini, de 30-jarige Italiaan, blijft in het wiel voorlopig. Daar zal niet overnemen. Bugno is vertrokken als kopman. Normaal is Bombini de helper van Argentin. Maar die is uit koers. Na valpartij. Nu wordt het interessant. Delgado heeft mede de Tour de France gemaakt. Oh, er komen er 4 of 5 aan. Ja, dat roept natuurlijk om een reactie, dat is duidelijk. Kijk, en die komen niet langzaam. Die komen in een lange sprint. Kom, laten we ons kijken. Bombini ziet het. En nu doortrekken. Wat komt daarbij? Eggers, zo snel is het teruggelopen. De voorsprong van de kopgroep Ducrot. 1,50, 1,51. En daarachter komt Gert-Jan Theunisse met Criquielion, met Rooks, met Bauer, met Fignon, met Bugno. En daar breekt het al. Zie je dat? Ja. Kelly. Op 4,5 ronde voor de finish. Kajan gelost. Earley ging daar. Winnen is daar. Een Japanner zit er nog tussen. Vitali, die aanvankelijk de kopgroep behoorde, die kan gewoon stoppen. Dit is de rust. Op deze manier rustig langs de boksen zien rijden. Rustig dus aanhalingstekens dan nog altijd. Want daarachter is de koers geopend en Criquielion heeft het aangedurfd nadat Delgado was begonnen. Bij de streep nog 4 ronden. 50 kilometer. Afgelegd 212 kilometer. Sinds 10:30 vanochtend. Een applaus voor de 4 en terecht. 5,5 uur op de fiets. 38 kilometer, 228 meter. Kijk, wat wordt daar gedaan? Daar wordt gewacht en er is een Spanjaard weg. Er wordt nu hard gereden daar. Oepsie. Daar halen ze ook maar in. Kajan is mee. Delgado komt nog bij. De Spanjaard voorop is Rodriguez Magro, de helper van Delgado. En die kijkt ook nu waar zijn pericootje is. Ja, ja, maar die gaat niet zelf door. Die fiets in dienst van Delgado. Hier blijft de samenwerking overeind. Waar de groep nadert. En Breukink zit in het derde wiel, ziet u? Rodriguez zit daar vooraan. Breukink zit goed, Bombini zit goed. Er zitten veel Spanjaarden voorin. Fignon kijkt. En de Azuri zijn er heel goed vertegenwoordigd. Winnen nog altijd. We gaan kijken naar het verschil. 2 minuten. En nu applaus. Als er gas gegeven wordt is er applaus. 1,54. Op 50 kilometer van de streep. Nu zwaar voor de koplopers. Weet je wie ik niet meer zag? Van voren, LeMond. Bij de laatste schermutselingen heb ik hem niet meer gezien. Nee, maar de groep is nog groot, wie weet. Zit hij er nog in? Dat hij slim is en dat hij gewoon met de Italianen meerijdt. Heeft hij in de Tour ook gedaan, zonder ploegmaat. Toch de Tour winnen, zonder ploegmaat in de bergen. Op cruciale momenten. Was altijd alleen, heeft een tactische koers gereden. Ducrot. Hoe ver reiken zijn krachten? Wat kan hij straks als hij bijgehaald wordt? Lost hij meteen? Nou, mocht de televisie wel het bewijs moeten leveren of er gewerkt is, ja of nee? Hè? Zo? Zeker. En kijk eens naar het publiek. Werd voorspeld dat op 2 dagen 200.000 zouden komen. Ik weet niet of dat getal gehaald is, maar er zijn in ieder geval veel mensen. rond de jaal. Die is een mannetje of 40 groot nog. En het is er flink blauw. Met Lejarreta daar links. En Fignon nu rechts vooraan. Eén minuut 23. Eigen timing. Peloton sluipt naderbij. Dirk de Wolf en Criquielion vooraan. Sammy Moreel zit erop. Kijk wat er gebeurt. Ducrot is weg met Claveyrolat. Ja. En Wegmüller heeft het beste eraf. En de Rus wacht. Claveyrolat, denk ik dat gedemareerd is. En Konyshev zegt, nou dat ga ik zelf wel. En laat Thomas achter, denk ik. Want die zit op een veel te grote stelling. Ducrot keek even. En bevestigt dat hij een grootse dag heeft. Dat lijkt me dat lekker als je zo fietst. Nou, dan gaat hij nog een keer, Claveyrolat. Hij laat zich niet opjagen, Ducrot. Blijft zijn eigen tempo rijden. Claveyrolat is een betere klimmer. Ooit was Ducrot in de Tour de l'Avenir ook een goede klimmer, maar bij de profs heeft hij zijn maximum spoedig leren kennen. Claveyrolat is een man van de Alpen, woont in Grenoble. Won een etappe dit jaar in de Dauphiné Libéré, dat is hier vlakbij in de buurt gereden. En nu is er een gaatje tussen hem en Ducrot en daar komt Konyshev. Dus het is nu ook uit met de liefde tussen de vier. Daar is het nu ieder voor zich. Klein versnellingje voor Konyshev. Ja, want die helling begint aardig door te drukken. Ze gaan er nu voor de 18e keer tegenaan. Het wordt nu een call, hè? Ja. Man tegen man. En de Fransman komt niet echt weg. Nee. Hij heeft zichzelf overschat. Dit schokt natuurlijk het vertrouwen. Wegmüller blijft achter. Dat is de tol die hij moet betalen voor die grote versnelling. Toch doet zich dit gevoel in de benen. Oei. Als je een keer zo vol door moet harken. Eens kijken wat hier gebeurt. Italië, Collage denk ik dat het is. En dan Dirk de Wolf die een goede dag heeft. Criquielion. Fignon, Kelly is niet ver. Moreel zit daarbij. Claveyrolat, Ducrot, Konyshev. Die drie komen weer bij elkaar. En de Zwitser is tot nu toe weg. Konyshev drinkt op zijn gemak. 5 uur, 41 minuten koers. En de groep. Fignon vierde. Kelly zevende. Bauer zesde. 105 opgaven. Nog 85 in de wedstrijd, 4 vooraan. Links Criquielion, in het midden Dirk de Wolf. En wie die Italiaan is, weet ik niet. Ik denk Collage. Ik kan het niet herkennen. Rooks is daar rechts van Kelly. Met Theunissen vlakbij. Fignon, Kelly aan het wiel. Ja. Bugno is er nog bij. Links, helemaal links. Zit Bugno. Rooks goed, attent. Zoals vanaf de eerste ronde. Theunissen, Breukink is er ook nog. 3 man nog hier. 1.20. Veel Italianen. LeMond is er nog. Duits Bauer, die zat rechtop. Nou, dit blijft bij elkaar. Dit is verloren. Wegmüller niet meer te zien. Het zit op 27 seconden, meldt de speaker op het parcours. Kijk, Dirk de Wolf. Dat is zeker. Op 1.20. Dat is en de volgende. Hoppa! Alle drie. Hoppa! Jongens. Wordt wel mooi zo. Bril van Dirk de Wolf ligt open. Ja, dat doet pijn. Daar ging er nog één. Een rood gekleed heer. En die ligt nu daar ergens in de Ivy League. Die kwakte tegen de muur. Ja. Is dit collage? Ziet er niet goed uit. Gioponi? Denk het. Maar het leven gaat verder. Zoals altijd. Fignon heeft het gezien. Zit recht. Daar komt Dirk de Wolf. En die heeft een vaart. En dan gaat het achterwiel... Gaat het voorwiel, poef, dank u. En die gaat hard weg. Italiaan. Die schrikt. En daarachter schiet een Deen door. Goeiedag. Vinden ze die nog ooit terug? En kijk. De eerste reactie is de fiets pakken van een wielrenner altijd. En nu is het ineens een beetje rustig geworden. Kijk daar Kelly met die vingerbeweging. Early is bij hem gekomen. Breukink nog steeds. En Perico. Dit is Chioccioli. Franco Chioccioli. Die was nog vijfde in de Ronde van Italië. Dus maar waar zit die Deen? Die moeten ze uitgraven. Of is het een Zwitser? Daar, die is dus recht daarin gegaan. Goede dag. Nou ja. Wegmüller, moet je eens kijken. We zeiden van Wegmüller dat hij... Hij is terug. Even een inzinking gehad. En ja hoor, en demareert er meteen overheen. Ongelooflijk. Thomas Wegmüller. Ducrot laat gaan. En de Fransman rijdt het gat dicht. Probeert het. Bij de streep zijn er nog 3 ronden te rijden op 37 kilometer. En de geloste Wegmüller passeert als eerste na 5 uur en 48 minuten de lijn. Gemiddelde snelheid 38 kilometer 200. Haga. Jurk Müller was de Zwitser die daar naar binnen was gegaan in die kussens. En Aga gaat nu rijden voor de Spanjaarden. Er komen nu 5 Spanjaarden. Kijk, Rodriguez zit daar en daarachter zit... Kijk, 5 Spanjaarden dan, 4 Spanjaarden dan. Pino, daar staat Jogi Müller. Sleutelbeen. Typische houding van een wielrenner die zijn sleutelbeen gebroken heeft. Ik nog geluk gehad dat daar die... Porter erbij. Ja. Dat daar die matrassen stonden. Jogi Müller. En daar met Aga aan de leiding. En Indurain die naar voren komt. Kijken wat er nog meer bij zit. Rodriguez Macro op kop. Spanje neemt het initiatief. Nog 3 ronden. Kelly zit goed. Rooks, Teunissen. 1 minuut 42. Rooks, Theunisse, Breukink nog in deze groep. En nog altijd jagen de drie op die duivelse Zwitser. En nu laten de twee, de demarant van daarnet, Claveyrolat, het werk doen. Maar ze nemen over. Het gaat ook om hun eigen kansen. De renners hebben nu al bijna 50 kilometer geklommen vandaag. En u ziet, zoals we al dachten, dat Wegmüller moeizaam omhoog gaat. Dat is niet zijn sterkste kant. Daar is hij ook te zwaar voor. En dat trapt hij inderdaad een te grote versnelling voor. Hij valt nu bijna stil. Kijk. Konyshev met de kleine versnelling. Dat gebeurt nu. Claveyrolat schakelt. Die zal wel weer wat van plan zijn. Ducrot trapt ook klein. Zolang als het gaat. En die Spanjaarden nog steeds. 74 renners nog in de wedstrijd. 116 opgaten. En kijk, de Fransman demareert weer. En nu Ducrot. Kleine verzwakking. Ja. Ja, onze landgenoot moet lossen. Jammer voor Maarten. De pijp is leeg. Maar die Fransman is de rust niet zomaar kwijt. Hoewel, hij gaat nu vrij snel weg. Louis Herrera is eruit gestapt. Die Konyshev, die rijdt als een stier. Ja, die raak je niet zomaar kwijt. 19e beklimming. Wegmüller ook. Te veel. En we hebben tweemaal op kop. En het gemak waarmee Konyshev terugkwam is veelbetekenend. Want als je zo in het zadel kunt klimmen, dan heb je nog veel macht. De Rus heeft ook heel tactisch gereden. In het begin van de vlucht heeft hij een uur lang bijna niets gedaan. En nu? Dan gaan we nu krijgen Robert Müller. Robert Müller, ja. Robert Müller gaat. En krijgt mee een kleine Spanjaard, Rodriguez. Het wordt ook langzamerhand tijd. 1 minuut 33 is de achterstand van de kop van het peloton. Claveyrolat en Konyshev. En kijk eens hoe soepel die rust nog naar boven gaat. Gisteren hebben we al een Oost-Europeaan als kampioen bij de amateurs beleefd. Dat moet je ook. Je moet hier kunnen blijven draaien. Terwijl Claveyrolat meer op de macht omhoog gaat. Zeker met die nattigheid, met die kou toch, moet je draaien. En dat doet de Rus heel goed. Earley? Ja. en Rooks. Maarten Earley en Stefan Rooks. En Indurain denk ik daar in het midden. Fransman mag het tempo maken. Daarachter is dus het groepje met Rooks in aantocht. Daartussen zitten nog Ducrot en Wegmüller. We krijgen een timingspunt bovenop. 6 uur koers. Dat is een stevige werkdag. En daar spettert het peloton uit elkaar. Kilometers gaan doorwegen. We zitten nu aan 230 afgelegde kilometers. Dat is nogal wat. Daar eindigt voor de meesten toch min of meer hun bereik. Ik dacht dat Andrew Hampsten ging rijden. Hier komt Wegmüller aan. Wegmüller op 26 seconden. Wachten is nu op Maarten Ducrot. Daar komt Ducrot, die heeft het allemaal begrepen. En die heeft een bijster goede koers gereden. Hij gaat met eren ten onder. Ja, prima gedaan. Op 50 seconden. Hampsten is dit. Dat kan niet anders. Juist. Die vier van daarnet. Hampsten, Earley, Fignon, Rooks, Kelly. Breukink, Criquielion, Etchave, Bauer, Alcala. Waar is Theunisse? Ja hoor, Hampsten is de man geweest die gas heeft gegeven. En Breukink zit er nog bij. Ja, ja. En Gert-Jan Theunisse niet meer. Mottet is er ook nog. Daar is het gebroken. Ook Claveyrolat. Als ze bij de streep komen zijn er nog 2 ronden te rijden. 25 kilometer. Criquielion is bezig op het ogenblik. Claveyrolat neemt nog maar een zakje aan. Ja. We hebben nog altijd ongeveer anderhalve minuut voor die 2. Kijken. 1.44 zelfs. Nou, dan is het peloton daarachter weer stilgevallen. Nog 2 ronden. 237 kilometer afgelegd in 6 uur 7 minuten. Het gemiddelde loopt op ook nu. Wegmüller. Zo net reed hij nog op een half minuutje. En dat verschil is zelfs kleiner geworden. 25 seconden. En nu wordt het spannend. Kijken wat ze hier gaan doen. Of ze hier gaan rijden of niet. Ducrot. Daar komt de rest aan. Even kijken. Lejarreta, Mottet, Fignon, Bombini. Dat betekent dat Lejarreta, die beschermd renner was, zich ook opoffert voor Delgado. Wie is die Noor? Dat is Kvalsvoll, hè? Kvalsvoll, ja. Atle Kvalsvoll. Breukink zit er hier nog bij, drinkt. Verbazingwekkend wat hij vandaag hier doet. Na die slechte periode. Ducrot wordt hierbij gehaald, u ziet het gebeuren. Rechts rijdt onze landgenoot, links komt het peloton. En we gaan de laatste twee ronden in met 1,25 achterstand. Lejarreta, Mottet. Nog 20 man. En dat groepje wordt steeds kleiner. Ducrot, u ziet hem. Wordt voorbij gestoomd werkelijk, hè? Kijk of hij nu de kracht heeft om in te pikken. Dat is bijna onmogelijk, hoor. Hij kan daar voor Breukink nu in pikken. We zijn bij de leiders terug. 137 kilometer op kop. Nu. Dat is wat in een wereldkampioenschap. Bij de koplopers. En Miguel Indurain rijdt aan de leiding van het pelotonnetje wat daarachter zit met Luc Roos in zijn wiel. Het verschil is kleiner geworden, nog maar 1 minuut en 6 seconden. En dat komt door die inspanning van Indurain. We zitten dus in de voorlaatste ronde. Gert-Jan Theunisse opgegeven. Ja. Zodat we nog met Rooks, met Breukink, met Ducrot in het peloton aanwezig zijn. Dit is Konyshev, de verrassing van het kampioenschap. Kijk eens, hij ziet er nog goed uit. En hier die leuke kleine Fransman, Thierry Claveyrolat. Zal die een beetje reclame hier gemaakt hebben voor zijn streek, voor zijn ploeg, die hier ook uit de streek komt. En hier met nog steeds Indurain aan de leiding maalt de groep naar boven. Nou, dan moet Rooks het zelf doen. Hij bemoeit zich in ieder geval niet met de schermutselingen vooraan op het ogenblik. Waar Criquielion een beetje op het vinkentouw zit. Zo. Wegmüller komt hier terug. Het verschil tussen de twee koplopers en het peloton is nog maar 1 minuut en 1 seconde. En Thomas zullen ze zo laten staan. Zo kennen we hem, met de mond open, die grimas op het gezicht. Zodat er nog, als hij is bijgehaald, 2 mensen voor deze groep uitrijden. Bij de 20e beklimming van de Côte de Montagnole. 2,7 kilometer helling. Wegmüller wordt bijgehaald door Indurain als eerste. En dan komt er meteen een demarrage overheen. Links is het weer Criquielion. Aan zijn typische stijl te herkennen. Die man in dat blauwe shirt van de Belgen. En de groep wordt steeds kleiner. Kijk, daar waaien er van achteren zo'n stuk of 6 vanaf. Kilometers beginnen door te drukken. We zitten nu 240 kilometer in het zadel met de renners. En we komen inderdaad met een mannetje of 20 aan, denk ik. Want 67 dat er nog over zijn, dat is natuurlijk helemaal niet waar. 2 in dit groepje en de rest is naar huis. Dat is ook voorspeld, hè? 20 ongeveer bij de streep, zei Ino. En hij kan het weten. De dansende Fransman en de heel rustig met een kleine versnelling pedalerende Rus. Natte mensen, natte renners. Maar een bijster interessant kampioenschap zo van. Komen ze of niet? En wie komt er? Want ze zitten allemaal klaar. Daar probeert Claveyrolat nog een keer. En u ziet dat die Rus dankzij zijn kleine versnelling gemakkelijk kan reageren. De vlucht begon, ik roep het in de herinnering, in de 8e ronde. Toen Konyshev alleen naar een groep van 7 man toe reed, vanuit het peloton, dat gaf al zijn kracht aan. Claveyrolat was even tevoren aangesloten. En hun rest nog een minuutje voorsprong op de favorieten. 39 seconden met Bugno aan de leiding. 39 seconden zelfs nog. Bugno, de kopman van de Italianen. Criquielion zit er een... Bugno en Reuminger. En hier gaat het moeizaam. Het is toch altijd een mooie koers dit. Hè? Dit zijn de grote renners. Rooks. Ja, ja. Rooks gaat. Voorlaatste beklimming. Wie kan reageren? Ik hoop eerlijk gezegd niemand. Claveyrolat met de waakzame Rus. Hier is de kopman van de Oranje ploeg op 29 seconden achter de twee koplopers. Hij voelde zich goed. Vorige week nog vijfde in Italië. Rustig aangedaan in het kampioenschap van Zurich. Spaarzaam gereden tot nog toe. En nu komt hij op indrukwekkende wijze naar voren. En wie reageerde erachter? Ik dacht dat het een Spanjaard probeerde. Het wordt wel wat donker daar trouwens. Stefan Rooks. Zevende in de Tour de France. Dat viel iets tegen. Als je het jaar daarvoor tweede wordt. Maar hij heeft zijn vorm goed bewaard. Claveyrolat, Konyshev, daarachter Rooks. Poef, daar breekt het helemaal. Kelly gaat daar mee? Ja. Met een Spanjaard. Rooks is goed weg. Daar is hij. Ja, dat is een behoorlijk gaatje. Want dat moet je ook wel hebben om in die afdaling voorop te blijven. Hoe zit het met het nemen van de risico's daar? Maar die Rus... Ja, wat doet hij als Rooks langskomt straks? Kan hij daar nog inpikken? Ik denk het. Fransman keek even om. Hier is Rooks. Goeie beenslag. Hij ziet hem. Ja. In de eerste ronde al was hij vooraan te vinden. De hele koers door heeft hij gemakkelijk gereden. Kijk eens, wat een tempo. Ja, en Claveyrolat denkt, wat is dat? Die weet dat hij komt. Die weet het. Op de top. Daar komt zo direct Rooks aan. Als er een sneltrein, daar is die kijkers aan, zeg Steven. Pot voor drie. Heeft die tempo? 7 secondetjes. Maar nu, de reactie daarachter. Het is belangrijk om te weten wie daarachter wil en kan rijden. In 85, Joop Zoetemelk. Sindsdien niemand meer op het podium. Ah, ze weten dat hij er eraan komt. Ze hebben een paar keer gekeken. En Rooks kijkt ook. Dat is een teken dat zijn reflexen nog in orde zijn. Ze zijn met 3 man op kop in het wereldkampioenschap 89. Dimitri Konyshev, Thierry Claveyrolat en onze landgenoot die Rooks, met één doorgaat. En Claveyrolat heeft dat gezien. Net op die bocht. Maar Rooks is voorzichtig. We zagen het in die voorgaande bochten. Dat heeft hij goed begrepen. Hij heeft natuurlijk ook Jogi Müller en ploegmakker zien liggen daar. Ik denk dat we het aan de Spanjaarden laten daar. ...13 man erachter. De rest is gelost. En hier de drie. Waar Rooks het tempo aangeeft, natuurlijk. De anderen rijden nu 145 kilometer aan de leiding. Bij de streep straks de bel voor de laatste ronde. Wie waren die twee? Waar pikken ze die op? Ineens hadden ze er twee in het groen gevonden. Zijn dat twee achtervolgers waarbij waarschijnlijk Ed Chavé en Bauer? Dan gok ik alleen maar. Want als er op durf gereden moet worden, dan moet je die kleine Canadees nu opschrijven. Rooks aan de leiding. Maar het ziet er nog goed uit wat hij doet. Krachtig, oplettend. Nou, hier kan de camera even een zwenking maken zo direct. Je kan hier twee keer overpakken en dan kunnen we misschien hier achteraan komen. Oh, koud. En spannend. Ja. En nat. Daar, even kijken. Er waren er dus geen twee voor, maar het zijn er nog maar een stuk of 13. Ja. Ja, maar wat zit daar dan niet bij? Ik denk dat dit toch het tweede gedeelte is, hoor. Daar, kijk, Kelly zit er in ieder geval bij. 12 seconden. En Hampsten zit erbij. En Fignon zit erbij. En Earley sluit aan. En Bauer reed op kop. En daar zit Breukink ook nog in dat tweede groepje. Met twee Italianen. En het begint daar weer te hozen. 12 seconden. Het is niks, hè? De vraag is of Rooks met voorsprong aan de laatste helling kan beginnen. Kijk, wie zijn dit? Dat bedoel ik dus. Dat zijn die uit elkaar geslagen mannen die daar van voren zaten. Waar Kelly nu vierde is, hè? Daar komt er wat bij nog. En ik denk dat de eerste Bauer is. En hier moet Rooks het alleen doen. Ja, vind je gek? Nee. Een Hollander, een Fransman en een Rus. En we krijgen nog een grafisch buitje over ons heen. De groep met Fignon. 13 seconden. Nou, Rooks kan natuurlijk straks bergopwaarts nog wat, hè? En, daarom is het zo belangrijk dat hij met voorsprong aan die helling begint. En hij weet ook dat hij het alleen moet doen nu. Voor de laatste keer toch nog iets aannemen? Nee. Ja, ja. Daarachter komen Lejarreta, Criquielion, Fignon, Mottet. Hampsten. Steven bijt op zijn tanden. En komt nu op de streep aan, waar de bel zal luiden. Auto's en motors er tussenuit. En ja, daar zijn de achtervolgers al, hoor. Nou ja. Oh, er is nog niks beslist. 6 uur, 27 minuten. De bel luidt hierachter. Even kijken hoe dat in elkaar zit. Boeing. Door. Mannetje op 5. Daar komen ze in beeld. En daar wordt protest gekeken. Even kijken wie daar rijden. Dat is Earley, Lejarreta, Bauer, Criquielion, Kelly. Nou, de laatste twee kon ik niet zien. Fignon was er zeker bij. Dit is de groep Breukink die doorgaat, die u nu ziet. Verbazingwekkend sterk rijdende Earley overigens, die daar op de kop van het groepje doorkwam. Criquielion, Hampsten. En wie is de Italiaan? Er is ook geen doel meer voor die camera om er nou dichtbij te zijn. Dat is nogal vrij gevaarlijk in dat draaien en keren. Dus we zullen het moeten doen met deze afstandsbeelden. Daar ben ik heel erg bang. Earley, ploegmakker van Stefan Rooks. Maar die weet ja, maar Earley en Kelly, dat telt op het ogenblik niet, hè. En die weet dat hij volgend jaar weggaat natuurlijk. Nog altijd Rooks. En de Rus in het derde wiel. Wat spannend, hè? Ja. Ongelooflijk. En vooral omdat we niet de complete samenstelling van die groep zien. Weten. Die groep, deze dus. De groep Earley, Kelly. Tien man erachter. En Rooks alleen. ...29 jaar dus, de Noord-Hollander. Even kijken, nou kunnen we het misschien zien. Dit is Lejarreta, die is zeker. Bugno, LeMond, Bauer, Kelly, Criquielion, Fignon, Earley... ...en er is een Deen mee, of niet? Juist, is dat Johnny Wells? Even kijken, Rolf Seurissen. Een wereldgroep. Een wereldgroep. Hier Earley, ja. Fignon. Blijft redelijk rustig. Ja. Kelly kijkt. En Criquielion en Bauer weer samen. Ongelooflijk. Rolf Seurissen. Ja. Vorige week nog winnaar van de semi-klassieker. Let op, hè, Seurissen. Als het gesprint moet worden. En dat is Bugno. Bugno. Fignon, Criquielion, Bauer, Lejarreta en LeMond, toch. En daar rijdt me wat achter Rooks aan. Ja. De wereldtop, behalve Delgado. En Hampsten. Kijk, Kelly Fignon. Tegen Fignon, moet ik dan? Want ik heb daar een ploeg, maar zegt hij nu tegen hem. Ja, ja. Warm drinken. We gaan naar de laatste klim toe. Ongelooflijk wat Rooks doet, hoe het ook afloopt. Wereldklasse. 17 seconden. Heeft er een paar bij gewonnen. En hij bereikt tenminste nog met voorsprong de laatste helling. En nou kijken hoeveel macht dat hij daar gaat bouwen. Rooks, hij staat groot op het wegdek geschilderd. Stefan Rooks. We gaan kijken waar de drie zich bevinden. Daar rijden ze. Onze landgenoot nog altijd op kop. Ja, en je moet alleen maar hard blijven doorrijden. Ja. Hij schakelt en Claveyrolat weet dat Rooks misschien zal proberen hem te lossen. In zijn typische stijl, uit de zadel. Zo won hij ook de klimtijdrit op Orchier-Merlet. Laatste beklimming. En Rooks versnelt. Claveyrolat kan mee. Kijken wat hij rust doet. Steven weet dat hij nog winst moet boeken op de achtervolgers in deze laatste klim. Kijk eens wat rustig die is. En hier, wie rijdt voor wie? Kijk, LeMond gaat. LeMond gaat. Ja, ja. Die gaat ook naar links. Ja. Ik denk, doe maar. En schakelt verkeerd. Moet terug. Nou, er zit een kans in. Kijk daar, LeMond met Bauer. Nu is het Loven en Bieden ook daar hoor. Een hoogcontact. Seurissen gaat met Criquielion. Criquielion kijkt naar links en ziet hij Bauer. En dan verschiet hij. Lejarreta. Kelly maar kijken. Bugno kijkt ook. Ja. Maar die is alleen, hè. Dat is niet vaak voorgekomen dat er maar één Italiaan in de finale zit. Criquielion. Kan die nog wat? Wat een kopgroet is. Daar droom je van. Ja, Bauer is Bauer. Die wil gewoon. En dan mag er niet stilvallen. Nee. Oho. Wat een spanning zit. Konyshev kijkt nu ook. Wie is daar weg? Bauer? Ja. Hier is LeMond, daar zit Kelly. Lejarreta, Bauer is weg met Fignon. Bauer, Fignon, Criquielion, Seurissen. Lejarreta, Kelly. Bugno, LeMond. Earley. Hier achterin de toerwinnaar. Die hectische weken achter de rug heeft. Ja, die ook niet hoeft te winnen, heeft hij gezegd. Maar als ik erbij ben, doe ik mijn best. Maar ik heb mijn doel bereikt. Ik heb de wereld bewezen dat ik de Ronde van Frankrijk weer aan kan. Maar het is wel kijken op het ogenblik daar. Criquielion en Bauer in zijn wiel. Hoe bestaat het? Kijk eens daar. Naast elkaar nu. Rooks, Claveyrolat, Konyshev. De weerstand van Claveyrolat en de Rus is nog behoorlijk. Plaatst Steven nog een versnelling. Als je het kan moet je wachten nog even. 13 seconden. Oh, dat is behoorlijk. Kijk, het stilgevallen daarachter. Zoeken. 20 nu al. Zoeken. Nou. 25 seconden. 27. En Fignon gaat. En Fignon passeert op 35 seconden van Stefan Rooks in de laatste beklimming. Earley niet. Criquielion niet. Bugno niet. Fignon is weg. Wat een wereldkampioenschap. Lang niet meer gezien. Zo spannend. Fignon links, groepje rechts. En dan gaat niemand uit het groepje weg. Kijk maar. Wat kan de Parijzenaar nog? Hier is hij. Op 35 seconden. En monstert wat er achter hem gebeurt. Kijk eens, daar valt het stil daarachter. Kijk eens, daar valt het serieus stil. Ja, Criquielion niet en Bauer niet, dan valt dat al af. Bij LeMond was het beste eraf. Lejarreta het beste eraf. Earley het beste eraf. Kelly moet alleen maar wat anders doen. Fignon. Die verschrikkelijk hard gewerkt heeft aan zijn conditie de laatste tijd. Heeft de Ronde van België gereden, de Ronde van Nederland gewonnen. 9,5 uur deze week getraind. Over 7 toppen van Kools gereden. Om hier echt te staan. En hij staat er. Laten we niet vergeten dat hij de vierde man in de koers is op het ogenblik. Voorop rijdt nog altijd onze landgenoot Stefan Rooks. Met Claveyrolat en met Konyshev, de Rus. Maar... hij komt eraan. Kijken waar de reactie is. Nauwelijks. Bauer. Er moet toch iemand nog springen? En nu. Waar zijn Rooks, Konyshev en Claveyrolat? Mogen we daar ook iets van zien? Nee, want we zitten in Frankrijk. Daar. Daar zijn ze. Nog altijd Stefan Rooks. Ja, maar die kijkt al lang, hè, zag je hem? En Claveyrolat keek om. Auto ging er al tussenuit. En hier is LeMond. Het is niet waar, hè? Ja. Het is niet waar, hè? Moet je dit eens kijken. Lala. Wat is dit nou toch allemaal? Sensatie van de bovenste plank. Goedemorgen, dokter. In één ruk, ondanks de criteriums. Waar houdt eerzucht op, heb ik wel eens tegen hem gezegd, hè? Geweldig, de nummers 1 en 2 van de Champs-Élysées hier samen. Holy shit! Wat een manier van rijden is dit. Maar kijk, dat heeft hij meer gedaan boven op een berg. En nou door kunnen gaan. In de ronde had hij dat ook twee keer, weet je? Dan wilde hij van Fignon weg. Daar rijdt de Rooks. En dan komen ze erbij. En ze komen erbij. Oh, oh. Dankzij die enorme krachtsinspanning van Greg LeMond. En daar komen de anderen ook. Daar komt nog wat meer bij, hè? Dus we krijgen nog een afdaling zo direct voor ons, hè? Steven is een beetje stilgevallen, helaas. En Bauer komt er ook nog bij. En kijk eens. Fignon gaat uit het wiel. En we weten dat LeMond goed kan sprinten. Nou. En nu? Daar gaat LeMond. Die gaat in ene door. Erop en erover. Ja, ja. En nu? Rooks. Ja, en het moet toch niet de beste geweest zijn. En waar blijft Fignon nu? Daar komt hij. En die is kapot. En hier is Bauertje nog. Die kan dalen. Nou is het gewoon wie durft het risico te nemen. Ongelooflijk. We gaan toch niet een herhaling krijgen van 1987. Bauer, wat nou lek. Ja, ja, hoe is het mogelijk, jongens? Wat maken we allemaal mee? Jongens. Wat erg, hè? Wat een kampioenschap. Dat is nou erg. LeMond, Rooks, Konyshev, Claveyrolat. Dan op enige afstand Fignon. Dan verspreid daar achter de anderen. Ja, daar gaat het niet meer om deze jongens. Maar dat is het enige wat ze nog in beeld kunnen krijgen. Gilles de Lyon aan de leiding. Maar dat is het allemaal niet meer. We zijn de renners nu gewoon kwijt in de afdaling. Helaas. Helaas moet ik zeggen. En ik zei dan net, we gaan toch geen herhaling krijgen van 87 toen Stephen Roach en de Tour won en het wereldkampioenschap. Alles is mogelijk. Ja. Maar vindt ze nu maar weer even. 5 man. Dat zou betekenen... Maar zie jij iets oranjes? Nou. Ik denk ook dat het... Dat moet ik de regie meegeven van de Fransen, dat het uitermate gevaarlijk is om er nou een motor bij te hebben. Maar je kan er wel achter zitten, hè? LeMond aan de leiding. Kijk, zo hard gaat het. Hij kijkt om. En hier is Rooks met Konyshev en Claveyrolat. En Fignon. €87 per uur. Konyshev weg? Ja. Koninklijke finale. Dat krijg je op een dergelijk selectief parcours. En met zulke goede renners, want het is een goed fietsjaar geweest. Topsport in de Tour, topsport om de regenboogtrui. Jammer voor Steven Rooks dat hij net dat topje niet met voorsprong heeft kunnen halen. En hoe denk je dat Bauer zich voelt op het ogenblik aan de kant van de weg? Als je op weg bent naar de kopgroep en lek rijdt. Vorig jaar gediskwalificeerd en nu die lekke band in de laatste ronde. Nou. Konyshev aan de leiding? Ja. Die durft het meeste. Oeh. Schakelen misschien nu. Konyshev, Claveyrolat. Ja, die zijn weg. Die durven het meeste. Krijgen we de Russische wereldkampioen? Wat denk je daarvan? Nou, ze komen weer terug bij. Ja. Daar zijn ze. Met LeMond, met Fignon, met Steven. Een bewegingje van LeMond. En maar kijken. Komt er nog iets van achteren? Ja, er komt nog wat van achteren. Kelly. Zeg. Oeh. Kelly terug. Oei, oei, oei. En daar hebben ze natuurlijk allemaal schrik van. Ja. Nu wil er niemand meer rijden natuurlijk. Als Kelly erbij zit. En dan gaat Fignon aan, maar met LeMond in het wiel en Kelly in derde positie. Nu gaat Fignon alles riskeren, denk ik. Nu hij dit gezien heeft, hij raakt natuurlijk Kelly nooit kwijt. Achteraan Claveyrolat. En nu. Daar gaat Rooks. Rooks rijdt in die bos. Rooks rijdt zo weg. En dan denk ik aan zoetemelk. Ja, ik kan net zeggen, een zoetemelkachtige move is dit. Ja. Goed zeg. Beetje risico nemen. Vlak bij die trottoir-drempel uitkomen. En wie gaat erachter? Mooi gedaan. Zo moet je het doen met Kelly in je buurt. LeMond achter hem. Ja. Kijk, Steve, kijken. Hij weet het al. LeMond gaat door. LeMond gaat door, hè, nu? Ja. Maar Kelly zegt, pik, ik heb je. Ongelooflijk. 3 man. LeMond, Kelly, Rooks. En dan moet Fignon... de rest op. En nu, wie klept er nu overheen? De zaak bijbrengen. En die Rus is er ook nog altijd bij. Oeh, dat glibbert door. Wat een finale. En nu, nog 1 kilometer. Fignon gaat aan. Fignon gaat vol aan nu. LeMond reageert, Kelly ook. Maar net een seconde te laat voor LeMond, zo te zien. Ja, Fignon weet dat hij het moet afleggen in de sprint tegen Kelly. En gaat Kelly dan misschien zijn grootste sprint winnen? Zou kunnen. Winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, winnaar van de groene trui. Maar nog nooit een wereldkampioenschap? Nee. Zag je dat handgebaar van Fignon? Kelly, 32 jaar. Die kan nog wat. Die timed goed. Konyshev gaat achterin zitten. Datzelfde geldt voor Claveyrolat. Die gaat het nu proberen. En Kelly is nerveus. Kijk eens. Nerveus is. Hij vreest een demarrage. Vraagt aan Rooks of hij op kop wil gaan rijden. Ja. Nou, Rooks volgend jaar naar een andere ploeg toe, hè? Ja. De sprint is begonnen. Met LeMond van kop af. Nou, dit blijft een tijdje daar. LeMond mag altijd van kop Kelly. Kelly komt. Kelly komt. Kelly, LeMond. 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 Rooks. Derde. Wat een finale. En daarmee hebben we dus de herhaling van 87. Wat een finale. De toerwinnaar ook wereldkampioen. Nou, laat die sprint nog maar eens terugzien. Daar, voluit. LeMond, links van hem Kelly. Rooks gaat buitenom. 1, 2, 3. Hoest mogelijk. En die Rus is... Die Rus kan ook 3 zijn, hoor. Dat mogen ze nog een keer terughalen. Dit zijn de mannen die daarachter zitten, maar gaan er nog eens een keer die sprint terug. Maar Greg LeMond. Konyshev 2, de Rus. Derde Kelly, vierde Rooks. 1 LeMond, 2 Konyshev, 3 Kelly, 4 Rooks. Daar val je dus net buiten, Steve. Zeker, als ze die nou rustig hadden laten zien, dan was er niks aan de hand geweest. Goed, wat een kampioenschap. Dames en heren, u heeft het allemaal meegemaakt via de NOS. Een priemende finale. Greg LeMond, de opstanding van een man die 2 jaar geleden bijna dood was. Die terugkwam, waaraan getwijfeld werd. Die geplaagd werd door een reeks blessures. Die zei, ik kan het wel, maar ik zal het bewijzen. Geef mij de tijd. De tijd was kort voor hem. Dit jaar, Ronde van Italië, weggereden in de grote ritten. In de Ronde van Frankrijk, langzaam gekomen. In een prachtig duel, Fignon verslagen in Parijs. Daarna gefeest. overal gevierd. Contractbesprekingen met iedereen. Hij gaat tekenen bij de Amerikaanse firma 7-Eleven. Dat staat voor 98% vast. Er zijn nog twee kapers op de kust. De ene is de Spaanse firma Paternina, die hem nog meer geld geboden heeft dan de Amerikanen hebben gedaan. Hier staat het, LeMond, Konyshev, Kelly. Vervolgens is hij gaan reizen. Hij is naar Canada gegaan, op en neer, om even een wedstrijd te rijden. Hij heeft de avondcriteriums in Nederland gereden. Hij is zich op een, voor een wielrenner, zeer speciale manier gaan voorbereiden voor het wereldkampioenschap. Fignon maakte het dus niet, maar maakte de koers wel mooi. Laat ik dat vooropstellen. LeMond kwam naar Frankrijk toe met zijn hele familie. Met zijn vrouw, met zijn twee kinderen, met zijn vader, met zijn opa, met de hele rommel daaromheen. Ging apart in een hotel zitten, niet bij de Amerikaanse ploeg.